Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 13. Heling bij fysieke klachten. Dat kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom lieve mensen, podcast 13 alweer en wat voor een hele bijzondere. Ik heb vandaag namelijk iemand uitgenodigd, een heel bijzonder iemand. Iemand die heel speciaal is in mijn leven, waar ik de laatste periode heel veel mooie dingen mee mogen maken. Na een intensiteit. En het is podcast 13 en 13 is voor mij altijd een speciaal tintje, want mijn ouders zijn getrouwd op de 13e. Dus mij is vanaf kinds af aan altijd verteld dat 13 een geluksgetal is. Mooie conditionering lijkt mij om deze podcast mee te starten. Nou, wie heb ik uitgenodigd? Het gaat namelijk over fysieke trauma's. En voor de trouwe luisteraars, die weten het misschien nog. Ruim 3 maanden geleden heeft mijn lieve man een heel heftig en ernstig motorongeluk gehad. Hij heeft met zijn motor is hij verblind geweest door de zon en heeft daarbij is uit balans geraakt en een boom geraakt. Heeft de klap met zijn hoofd opgevangen. Dus er was behoorlijk wat fysiek letsel met diagnoses en prognoses. En hoe bijzonder is het dat we dan ruim 3 maanden later hier samen zitten, waarin hij zelf kan vertellen eigenlijk hoe bijzonder wonderbaarlijk goed het met hem gaat. Dus Maurice is hier. Hallo Maurice. Hallo Vilna. Wat gezellig dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, hoe gaat het met je? Nou, heel goed eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Heel goed zelf, zeg je. Dus we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar jouw verhaal. Deze podcast is echt opgericht om mensen te inspireren. Dat waar ze ook zijn en wat voor fysiek trauma ze ook ervaren. Dat ze weer vertrouwen krijgen dat het echt anders kan. En dat het ook sneller kan dan misschien tegen je gezegd is. Hè? Want een diagnose is 1. Een prognose is vaak ook een zaadje wat er bij je geplant wordt. Waar mensen eigenlijk ook van uitgaan dat het waar is. Maar zodra iets waar is in je hoofd, gaat je brein dat ook uitvoeren en de stoffen aanmaken die daarbij horen. Terwijl dat soms niet juist helend werkt. Hè? De placebo, het effect van de kracht van taal en de geloofsovertuiging van een arts, die zijn zo heftig en zo waar voor iemand dat ze vaak ook gaan leven naar die waarheid die ze dan op dat moment verteld wordt. Artsen zouden daar nog meer van doordrongen moeten zijn dat wat zij zeggen echt effect heeft op het resultaat van de heling. Dus de diagnose, oké, fijn, weet je. Maar de prognose, daar zouden we toch echt eens even naar moeten kijken. Ja. En jij bent daar natuurlijk een levend voorbeeld van. Want je zegt, het gaat heel goed. Kun jij iets meer vertellen hoe goed het met je gaat? En waar je vandaan kwam? Ja, misschien inderdaad eerst zeggen waar ik vandaan kwam. Nou, ik heb natuurlijk dat motorongeluk gehad. Zoals jij weet en wellicht ook de meeste luisteraars inmiddels. En het motorongeluk, dat was gelukkig een eenzijdig ongeluk. Dus er waren geen andere mensen bij betrokken. Ben verblind door de zon. Op de een of andere onduidelijke manier, voor mij in ieder geval, ben ik in de berm terechtgekomen. En tot stilstand uiteindelijk tegen een boom. En ik heb daarbij mijn nek op 2 plekken gebroken. 3 borstwervels, 5 ribben. Een zenuwlesie in mijn linkerarm. Een behoorlijke hersenbeschadiging, wel genoemd DAI, zoals je weet. DAI dan in dit geval. Diffuse External Injury. Een plexuslesie ook geloof ik al genoemd. Ja, en een ingeklapte long. En een ingeklapte long. Dus genoeg fysiek trauma om daar voorlopig eventjes niet meer wakker te worden in ieder geval. Want je was toen ik je aantrof in het ziekenhuis eigenlijk. Ja, je was er wel, maar je was er niet. Ja, ik was toen al eventjes behoorlijk de weg kwijt. Wat in eerste instantie waarvan ze niet wisten dat je de hersenschade had. Ja, bleef je heel erg slaperig. Je werd eigenlijk niet wakker. Welke pijnprikkels die je ook gaven. Ja. Dat deden ze dan door te knijpen bij je wenkbrauw of bij je nagelriem. Je reageerde wel reflexmatig, maar verder eigenlijk niet. En je viel daarna ook weer heel ver weg. Ja. En dat was ook waarvan de artsen zeiden van, dit hoort eigenlijk niet. Dus we gaan eens wat verder kijken. En toen hebben ze een MRI gemaakt. En op basis van die MRI zagen ze eigenlijk dat diffuse axonal injury. Hè? Dat betekent dat heel veel receptoren waar de communicatie ontstaat in je brein of waar patronen worden gelegd. Dat zijn vaak receptoren die elkaar vinden. Ja, die hersenuiteinden die waren dus door de intense klap losgeschud. En dan zie je dus op die receptoren dat ze A, ontkoppeld zijn en B, dat er puntbloedigjes ontstaan. En daar had jij nogal wat van in je brein. Ja. En dan wordt natuurlijk op dat moment wordt het even spannend, want
de artsen zeiden op dat moment tegen mij en de kinderen van, joh, we kunnen wel de diagnose doen dat hij DAI heeft, ja. Maar we kunnen niet garanderen dat hij of wakker wordt nog ooit en dat ze functioneren niet dusdanig beperkt is, hè, gezien de hoeveelheid puntbloedingjes. Ja. Ja, durven we hier eigenlijk geen uitspraak over te doen. Ja, precies. En dat is dan een van de aandoeningen die ik op dat moment had. Dat is een beetje waar ik dan vandaan kwam. En de prognose, want daar hadden we het net even, daar had jij het in ieder geval net even over aan het begin van de podcast. Prognoses en diagnoses. Dat de prognose in mijn geval dus niet heel gunstig was. Namelijk een bepaalde tijd ziekenhuis van zeg maar zo'n maand of 3. En daarna nog een onbepaalde tijd revalidatie. Maar ja. Alles intern in ieder geval. Jeetje, dus je had sowieso een half jaar, hadden ze wel bedacht dat het minimaal wel zou duren voordat je op de been zou zijn. Ja, ja, absoluut. Ja, en op de been, hè, dat zeggen we dan. Maar ook daar werd geen uitspraak over gedaan. Hè. Dat was sowieso al de prognose van de revalidatie. En dan moesten we nog maar hopen dat je überhaupt nog weer de oude zou worden. Hè? Of in ieder geval weer zou functioneren op een niveau dat je goed mee kon draaien. Nou, moeten mensen thuis weten dat jij zelfstandig ondernemer bent. Je bent fysiotherapeut en daarnaast help je mij ook met al mijn seminars. En hebben we samen een healthcare center. Jij bent steeds meer ook vanuit de fysiotherapie holistisch aan het werk. Omdat je ziet hoe fantastisch werk inmiddels ook verricht kan worden vanuit de energetische en de neurowetenschappen. Hè? Dus ik zie ook dat jij daarin steeds meer een shift maakt naar verder kijken dan het lichaam als een mechanisch geheel. Hoe is het uiteindelijk verlopen, Maurice? Want 6 maanden was dus de tijd die gegeven was. Hoe is het gegaan? Eigenlijk kun je zeggen dat ik na een dag of 10 al het ziekenhuis verlaten heb. Ben toen aangemeld voor revalidatie. Dat ben ik, daar ben ik toen mee gestart. En was dat interne revalidatie? Dat was geen interne revalidatie, extern. Dus daar moest ik iedere keer naartoe. In het begin natuurlijk gebracht worden, want ik had een nekkraag. Ik kon mijn hoofd niet bewegen, dus ik kon ook geen auto rijden. Dus ik moest de hele omgeving mobiliseren om mij regelmatig naar het revalidatiecentrum te brengen. Wacht even, Maurice. Wat je nu zegt is natuurlijk amazing. Ondanks alle heftigheid was je herstel dusdanig dat je na 10 dagen het ziekenhuis uit kon. En een niet-interne revalidatie, dat betekende dat je af en toe naar iemand toe moest om te revalideren. Dat was of een neuropsycholoog, of een maatschappelijk werker, of een fysiotherapeut. Maar helemaal niet intern. Dus je kon gewoon al met af en toe naar iemand toe gaan, kon je al herstellen. En dat was na 10 dagen. Dus je was zo goed. Ja. Dat ze eigenlijk zeiden, ja, maar jij hebt geen interne revalidatie nodig. Dat is natuurlijk amazing. En we willen natuurlijk weten, hoe is dat dan gelukt? Want ja, als je dit hoort, dan klinkt het bijna ongeloofwaardig. En dat is het dus niet. Het is bijna alsof ik tegen je zeg, hè, toen ze voor het eerst zei dat je op de maan kon landen, zei ze ook, ja, maar jij bent gek. En het is gelukt. En dat is ook eigenlijk nu, ik neem je mee in een wereld vol mogelijkheden waarin je ineens kan ontdekken dat het echt anders kan. Dus stel je open, heb vertrouwen en luister naar het verhaal van Maurice, want het is zo inspirerend. Dus Maurice, vertel, hoe heb jij dat dan? Hoe is dat herstel in jouw beleving gegaan? Hè, wat weet je daar nog van en wat is voor jou de sleutel geweest waardoor het zo snel ging? Nou ja, laat ik vooropstellen dat jij zelf ook heel erg betrokken bent geweest bij mijn revalidatie. Dus ik denk dat ik het voor een groot deel, en dat heb ik ook al een aantal keren tegen jou gezegd, nog niet tegen de luisteraars uiteraard, maar dat ik jou heel dankbaar ben dat jij mij daarin gestuurd hebt en begeleid hebt. Ik kwam iedere dag met de juiste middelen, zeg maar, in het ziekenhuis om de smoothies en de goede groentes en dat soort dingen om mij weer een beetje krachtvoer, noem ik het dan maar even, te geven. Ja, daarnaast zit er natuurlijk wel een persoon in mijzelf ook die niet zomaar accepteert wat er gezegd wordt. En wat je al zei, ja, ik ben een ondernemer, ik heb een bedrijf, ik heb een gezin. Dus er spelen een heleboel dingen een rol. Dus op het moment dat je een beetje kan bewegen en je kan weer een beetje normaal tussen aanhalingstekens denken, dan gaan dat soort dingen natuurlijk ook weer een rol spelen. Dus dan wil je dat ook zo snel mogelijk aanpakken. Dus je zegt eigenlijk dat je een hele krachtige mindset had om ook te helen. Nou ja, daar komt het eigenlijk neer. Ja. Er was te veel in je leven wat jou waardevol, wat waardevol voor jou was, om ook gewoon te gaan voor dat genezingsproces. Ja, en de prognoses en de diagnoses dan niet, maar de prognoses die er dan gesteld werden, die werden eigenlijk steeds weer opnieuw
al vanaf het eerste begin moest dat alweer bijgesteld worden. Dus dat maakte het voor mij natuurlijk ook duidelijk dat dat allemaal niet echt vast stond. Ja. Om even aan te geven dat ik zeg maar, ik heb dan 3,5 dag in een soort van coma verkeerd. Waarbij de artsen van alles geprobeerd hebben om mij eruit te halen. Nou, dat is niet gelukt. Pijnprikkels geven ze je dan in de hoop dat je daarop reageert. Nou, ik reageer natuurlijk nergens op. Toen heb jij het eigenlijk min of meer overgenomen van de artsen en gezegd, nou, laat mij maar eens even. En de artsen zijn eigenlijk alleen maar een beetje gaan toekijken hoe jij dat deed. En prompt heb je mij gewoon uit die slaap weten te krijgen. Ja, daar begon het natuurlijk al, het hele avontuur. Dat kan ik me natuurlijk zelf niet meer helemaal herinneren, want ik ben er toen niet heel erg bij geweest. Ik was wel ineens wakker, maar kan me daar eigenlijk niks meer van herinneren. Maar ik weet het wel van de artsen die ik gesproken heb, van jullie die ik gesproken heb. De filmpjes die we hebben gemaakt. Filmpjes die er zijn gemaakt. En dat is natuurlijk een onwijs ongelooflijk wonder eigenlijk. Ja. En daarnaast ben ik natuurlijk door jou ook begeleid in een stukje voeding en een stukje suppletie. Wat je in het ziekenhuis gek genoeg eigenlijk niet krijgt. Hè? Ik zag wat ik daar voorgeschoteld kreeg, dan was dat vooral suikerhoudend. Zat heel veel vet in. Er werd eigenlijk niet echt nagedacht over wat ze je voorschotelde. En jij deed dat wel. Dus ik weet zeker dat dat voor mij ook een heel belangrijk onderdeel is geweest van het herstel. Mm-hmm. En ik heb in die periode ook heel veel oefeningen meegenomen om met name energieoefeningen om de boel weer een beetje aan te zetten. En dat doe ik tot op de dag van vandaag, doe ik dat nog iedere keer. Ja. En dat heeft me gewoon absoluut geholpen om te staan waar ik nu sta. Het is misschien wel even leuk voor jullie thuis om te vertellen, wat heeft Vilna dan gedaan? Hè? Wat is dat dan? Want als we dat allemaal zouden kunnen, dan zou het allemaal een stukje makkelijker worden. Nou, dat begon eigenlijk inderdaad. Maurice werd eigenlijk meteen natuurlijk vanwege de pijn platgegooid. Ik ben heel blij dat hij in zijn eerste stuk van zijn trauma is opgevangen. Dat er pijnbestrijding was. He, dat is ongelooflijk nodig en nuttig. En die kennis uit de medische wetenschap, die moeten we ook niet onderschatten. Daar ben ik heel erg blij mee. Tegelijkertijd weet ik ook dat naast het fysieke lichaam er een ziel in iemand zit. Dat er alles wat dan verstoord is weer rechtgezet moet worden. En dat de kracht van taal en de mindset enorm belangrijk is. Dus wetende dat hij hersenschade had na dag 2,5 en de arts hem niet wakker konden krijgen, wist ik één ding. Als hij nu in een diepe delta stand zit, dan is zijn onbewuste ongelooflijk ontvankelijk voor de suggestie die ik hem doe. Hè. Dat werkt ook bij hypnotherapie zo. Dus als ik hem nu hypnotische inducties geef en ik weet hoe hij in elkaar zit en ik weet welke emotie hierop kan liggen, en dat die kennis die is er, die is voorhanden, dan kan ik hem nu met de kracht van taal in zijn onbewuste suggestie doen dat het een wake-up call is, dat het tijd wordt om wakker te worden, dat hij de lessen heeft geleerd, dat hij dankbaar is enzovoort. Dus ik ben gewoon heel erg bezig geweest met een hele krachtige, noemen ze hypnotische inductie, waarbij ik zijn brein weer heb geactiveerd. Want ik wist wel, hoe langer hij in een slaapstand blijft, hoe minder goed die hersenen weer naar normaal functioneren toe konden komen. Dus ik ben begonnen met die hypnotische inducties. Ik heb mijn binaural beats, de helende binaural beats, met een koptelefoon op zijn oren gezet. Hè, zodat ook die frequentie van de trilling van de cel weer naar heling konden. En daarnaast iedere dag de energetische oefeningen, die zorgden dat ze een energiebanen, die natuurlijk door de klap enorm verstoord waren en door de pijn ook regelmatig weer verstoord werden, weer liepen zoals ze moesten lopen. Dat zijn die dagelijkse oefeningen die ik wel eens besproken heb, maar die zal ik ook in deze podcast nog weer eens met je doornemen. Waarbij je dus de kruislinkse beweging heel erg activeert. Ik heb drukpunten op zijn voeten geactiveerd. Dus eigenlijk alles om te kunnen helen, alle voorwaarden om weer heel te zijn en een enorme geloofsovertuiging dat dat kon, heb ik bij hem neergezet. Iedere dag opnieuw. Los nog van de voeding, hè? Want wat Maurice vertelde, ja, hij kreeg daar gesuikerde vla en eigenlijk allemaal dingen waarvan het brein niet heel goed en snel herstelt. Dus ik wist natuurlijk, hè, die stress moet eruit. Dus heel veel groene bladgroentes in de smoothie. Ik heb een omega-3-olie, hele sterke, gekocht en hem heel veel gegeven. Die smeerolie van het brein, met name na 2-3 dagen kon ik dat geven. Hè, omdat het wel wat bloedverdunnend kan werken. Dus met die bloedingjes eventjes wachten, maar daarna glijdt die omega 3 erin. En vervolgens suppletie om het, de enzymen, om het zelfherstellend vermogen te activeren. Iedere dag had een heel programma, dan moest hij 3 keer per dag doorlopen.
om maar weer die, nou ja, ook die botten weer aan te sterken, maar het herstel te versnellen en ook dat trauma. Bach Rescue, de Bach Bloesem Rescue, iedere dag bij hem ingespoten. Om te zorgen dat hij elke emotie die er mogelijk daar geblokkeerd lag, ook weer op te lossen. Dus dat waren de eerste dagen, was dat vooral waar ik heel erg intens mee bezig ben geweest. Ja, en toen Maurice, toen je eenmaal wakker was, toen moest natuurlijk dat hele systeem weer aan. En dan hebben we het over hele rare dingen hoor. Dan hebben we het over weer kunnen eten. Want je had een maagzonde, hè? Die had je er zelf uitgetrokken. Ja, in je onbewuste. Blijkbaar had ik er genoeg van. Ja. Ja, en toen hadden ze eigenlijk gezegd, ja, hij moet wel weer aan de maagzonde, anders krijgt hij niets binnen. Ja. Dus toen je eenmaal weer wat wakkerder was en alerter werd, hebben we daarop gewerkt. Ook een maagstaat voor een emotie. Dus ik wist al van, ja, oké, weet je, hij mag gewoon de emotie waar die erop ligt loslaten. Nou ja, goed, dat stukje angst en verdriet wat er mogelijk op ligt aan laten, zodat hij ook weer dat kan gaan maken. Nou, toen kwam het stukje loslaten letterlijk. Hè? Het oude loslaten en het nieuwe activeren. Dat had met je darmen te maken. Hè? Je kon niet naar de wc. Nou, de katheter die je had voor het plassen vond je ook niet erg prettig. Dus ook die wilde je eruit. Dus hebben we daarop gewerkt. En dat eigenlijk allemaal steeds met een soort body and mind reset, quick fix en soms ook een stukje heling. Wat je natuurlijk allemaal kan leren en wat heel makkelijk is om te doen. En eigenlijk wonderbaarlijk snel zagen we hem per dag echt een mega sprong maken. En Maurice vertelde over die voeding. Hè? De zaalarts, de neuroloog die daar, de neurochirurg en de neurologen die daar rondliepen. Ja, die waren het gewoon heel erg met me eens. En die zeiden ook van, weet je, wat je ook doet, doe het. Want het werkt. En qua voeding zeiden ze, ja, we willen het wel. We weten ook dat het goed is. Alleen, we doen het al jaren zo. En dat ze, ja. Ja, in het ziekenhuis, hè? Ja, ja. Daar hebben ze natuurlijk de artsen die hun werk willen doen. En aan de andere kant zijn ze verbonden aan een groot instituut. Wat natuurlijk ook weer allerlei prijsafspraken heeft met leveranciers. En catering, ja. Ja, daar kunnen zij ook verder niks mee doen. Maar het is natuurlijk wel vreemd. Of ze vonden het in ieder geval heel mooi van jou dat jij dit meenam. En ze waren ook erg verbaasd over het feit dat jij mij uit die comateuze toestand hebt gehaald. En ik weet dat er in ieder geval één neuroloog, die wilde daar ook echt weer veel meer van weten. Ja. Die was daar echt heel erg in geïnteresseerd. Ja, omdat het elkaar zo prachtig kan aanvullen. Hè? En een van de dingen om jou uit die diepe slaapstand te halen was ook om jou van de morfine af te halen. En dat was natuurlijk iets waar de arts in eerste instantie zeiden, ja, dan heeft hij pijn en pijn is weer niet goed voor het lichaam enzovoort. En zei, ja, maar daar kan ik op werken. Dus haal het eraf. Je had zo'n pompje. Ja. Haal het eraf en laat mij even gaan. We kunnen altijd nog teruggrijpen naar die morfine. Ik wist wel dat het niet hoefde, maar dan hadden zij die vluchtstrook. En nou ja, dat was eigenlijk, daardoor werden jouw hersenen juist weer heel alert. En kwam je eigenlijk al heel snel weer in een toestand van zijn waar ik je ging herkennen en waarin je weer normale gesprekken met je kon gaan voeren. Ja. Dus dat was eigenlijk al dag 4 of 5 dat je weer de kinderen herkende, de namen weer wist dat we huisdieren hadden, gewoon de kleine dingetjes. En ik kan jullie niet vertellen, lieve mensen, hoe euforisch dat is als je ziet dat iemand die van zo ver komt, ja, weer eet en weer naar de wc kan en weer weet wie zijn kinderen zijn. En ja, precies. Nee, maar dat is absoluut, zeker voor de omstanders. Jullie in dit geval, het gezin, die ziet dat dan en die zien, hey, pap is weer terug en hij is er nog. Voor pap is het allemaal even iets minder, want daar begint het pas eigenlijk voor het eerst te landen. Want daar ga je pas ontdekken van, oké, wat is nou eigenlijk gebeurd en waarom lig ik hier? En dan krijg je dat natuurlijk even te verwerken. Dat is wel even een ander verhaal. Maar goed, ook daar zijn we gewoon goed doorheen gekomen. En nou, na die 5 dagen ben je er nog lang niet. En ik ben nog steeds met een aantal dingen best hard aan het werken om dat gewoon goed op peil te krijgen. Maar dat, ja, ik heb daar nu zoveel vertrouwen in. En dat heeft het laatste stukje restschade. Hè? We hebben stapje voor stapje, deel voor deel aangepakt. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. En heel veel gingen al tegelijk. En nu zit er nog een klein beetje restschade bij je zenuwschade, bij je schouder. Dus ja, we zijn toevallig net terug van een BMR Live Master Week. En je zegt eigenlijk grappig, ik was daar wel al aan het werk, maar ik heb stiekem sommige dingen ook meegedaan. En ik voel nu alweer een mega verschil. Hè? Dat gaf je net even aan voor het interview. Ja, echt enorm. Dus daar kunnen we nog het laatste stukje ook op pakken. Want ik zeg dat eigenlijk al zo even tussen neus en lippen door. Maar je bent dus weer aan het werk. Ja. Vertel, wanneer was dat? Wanneer is dat weer begonnen? Nou, ik ben eigenlijk al vrij snel weer aan het werk gegaan. Ik denk dat ik eigenlijk net het ziekenhuis verlaten had. Dat was dan zo half november. Ik denk na een week of 3, denk ik, dat ik voor het eerst je eerste stapjes in de zaak heb gezet. Ja, heb ik mijn gezicht hier weer laten zien. En het
bracht mij gewoon ook heel veel energie om de mensen weer te zien, om de mensen weer te spreken en om hier weer een beetje weer ja, terug te komen in je leven. In het leven wat ik gewend was. En daar voelde ik me thuis en dat vond ik prettig en dat wilde ik ook heel graag. Dus ik ben eigenlijk al vrij snel wel weer hier begonnen. En steeds een beetje meer eigenlijk. Steeds een beetje meer gaan oppakken. Steeds een beetje meer gaan doen. Er waren twee vervangers aangesteld om mijn werk min of meer over te nemen. En die heb ik eigenlijk in die periode steeds meer... Ja, weer stukjes overgenomen, hè? Stukjes terug kunnen nemen, inderdaad. Ja, dat voelde heel goed. Ja. De revalidatiearts die dacht daar overigens heel anders over. Maar dat was een heel ander verhaal. Nou ja, want dat is ook wel mooi. Hè? Wat je zei net van een prognose, dat wordt vaak... ik weet niet of je dat gezegd hebt, maar ik heb het je horen zeggen... of het nou voor of tijdens de podcast was. Maar een prognose wordt vaak gebaseerd op de ervaringen die ze hebben... en de kennis natuurlijk die er op dat gebied ligt. Ja. En er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op de regel... En wat is dan waar? Hè? En jij bent echt een uitzondering op de regel. Dus er was heel veel bezorgdheid. En dat is goed bedoeld vanuit de revalidatie. Van, oh jee, maar ga je niet te snel? En kun je het wel aan? En maak je niet veel te veel fouten? En waarop wij ook zeiden, ja, laat hem dan testen. Want dan kun je ook zien dat het echt eigenlijk al wel heel erg goed gaat. Ja, ondanks dat was ook de hersenschade. De eerste aanvaring min of meer die we hadden met de revalidatiearts. Die mij natuurlijk nog niet gezien had, nog niet gesproken. Maar heel erg uitging van de papieren versie van mij die ze ontvangen had van het ziekenhuis. Van nou, dat moet dan wel heel ernstig zijn. En die moet echt op zijn bed blijven liggen en alleen maar naar het plafond staren. Daar komt het een beetje op neer. Want dat was het enige wat ze voor mij op dat moment in petto had. Maar ja, meneer stond al op de werkvloer. Die was al met klanten bezig en met patiënten bezig. Ja. En dat heeft wel even tot een kleine aanvaring geleid. Maar later is dat wel goed gekomen. Toen ze me ook daadwerkelijk live gesproken heeft. En toen zei ze ook van ja, nu jou zo ziende en... je verhaal nu wat beter gehoord te hebben en begrepen te hebben. Ja, vind ik dit vind ik wel heel bijzonder. En de laatste keer dat ik een gesprek met haar had, dat was een week of twee, was een week voor de BMR-week. Live Master Week. Ja. Dat was eigenlijk mijn afsluitingsgesprek voor de revalidatie. Want zij vond het eigenlijk onvoorstelbaar. Ze zei ook, we staan met ons, met alle artsen staan we eigenlijk te kijken hoe bijzonder het is, hoe snel jij hier doorheen komt. Maar eigenlijk kunnen we constateren dat je min of meer klaar bent ook met de revalidatie. En, maar ik zou het heel fijn vinden om je toch gewoon... vanuit mijn eigen rol een beetje te volgen. Dus ik wil graag je over 3 maanden zien, over 6 maanden zien en over 1 jaar voor het laatst. En dan wil ik je gewoon een beetje volgen en een soort case manager voor je worden. Ik onderhoud contact met de neurologen, neurochirurgen, psychologen en dat soort dingen. Dus dan word ik een beetje jouw case manager. En ook om van te leren. Hè? Van heel van te leren. Wat kunnen we hiermee? Want dat is natuurlijk geweldig. Het tweede gesprek wat ik met haar had was eigenlijk heel goed. Ja. En daarin gaf ze ook wel een beetje haar eigen... hoe noem je dat? De tunnelvisie die ze had gehad. Wat natuurlijk logisch is. Hè? Want het is niet hier om de medici af te vallen. Helemaal niet. Ik ben heel erg voor het samen. Maar vooral openstellen voor elkaar. Hè? Want er is zoveel moois. En er is zoveel kennis. En als je dat deelt. Dan kan dat voor zo'n patiënt. In dit geval Maries. Zoveel meerwaarde hebben. Ja. En nou was ik natuurlijk gezegend met de kennis die ik had. Waardoor ik ook durfde te zeggen tegen de arts. Hè, laat de morfine maar zitten. Of laat mij maar. En de artsen lieten me ook daarin gaan. Dus dat was een hele mooie samenwerking. Maar het zijn ook geen technieken die ver van in ons bedshow zijn. Het is echt iets wat je snel en makkelijk kunt leren. Waar je zoveel baat bij kan hebben. En dat begint natuurlijk met het geloven dat het kan. En om daar even op in te haken. Wat ik ook vertel in mijn eendaagse seminar. Maar ook in de week. Dus er is gewoon al zoveel evidence-based proof dat wij een zelfherstellend vermogen hebben. En weet je, er liggen een heleboel onderzoeken die om wat voor reden dan ook toch een beetje in de onderste la worden gestopt. Waarvan ik denk, oh mensen, het is te mooi. Ik heb natuurlijk mezelf ooit mogen helen. Ik heb het nu bij Maries meegemaakt. Ik merk het natuurlijk bij alle mensen die bij me komen. Het is zo'n cadeau. En deze kennis is eeuwen oud. Het is ook helemaal niets nieuws. En... er zijn gewoon echt een paar dingen die je moet weten als het gaat over het zelfherstellend vermogen. Er is bijvoorbeeld een onderzoek dat heet de Spontaneous Remission Project. En vanaf de jaren 50 hebben ze 3500 man gevolgd die
bijna dood gingen. Dus echt heel ernstig ziek waren. Fase 4 kanker. Noem het maar op. Fibromyalgie. Je kan het zo gek niet bedenken of het was dusdanig ernstig. En ze hadden allemaal de prognose dat het lifelong was. Dat het eigenlijk niet meer beter zou worden. Of dat ze misschien wel dood zouden gaan. En een heel mooi voorbeeld wat ik ook aanhaal in mijn seminars is Mr. Wright. En Mr. Wright heeft overal in zijn lymfe grote sinaasappels aan bulten van de kanker. En is opgegeven. En die leest toevallig een artikel waarin die ziet dat er een specifiek medicijn, het nieuwste medicijn is tegen kanker. Ik geloof dat het 1957 is uit mijn hoofd, maar in die tijd. En hij smeekt de arts waar hij op dat moment in het ziekenhuis ligt. Mag ik alsjeblieft dat medicijn, want dan word ik nog beter. Waarop die arts in eerste instantie zegt, nee, dat zou ik je wel willen geven, maar dan moet je minimaal nog 3 maanden te leven hebben. Dat zijn de voorwaarden, dus ik kan het je niet geven. En dan besluit dus toch die arts, omdat deze man zo smeekt om dat medicijn, dan besluit die arts dus om toch hem dat te geven. En hij verwacht eigenlijk als hij dat weekend naar huis gaat, dat hij maandag hem dood zal aantreffen. Maar het tegendeel bewijst zich. Hij loopt vervolgens maandag, als de arts binnenkomt, weer met zijn infuus over de gang. En zijn tumoren zijn dan al voor de helft geslonken en hij herstelt. Dit soort verhalen zouden wij als wonder kunnen beschouwen vanuit de conditionering waar wij zijn opgevoed en hoe we zijn grootgebracht. Maar dit zijn geen wonderen. Dit is dus waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Maurice is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, maar er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, die zich helemaal bezighouden met de kwantumfysica, de epigenetica, die hebben ook al lang aangetoond dat dat kan. Nou, en er zijn eigenlijk 4 dingen die essentieel zijn bij zelfheling. En dat begint dat je eerst gelooft voordat je het resultaat ziet. En wij zijn opgevoed met het idee eerst zien dan geloven. Nou, begin met geloven dat het kan. Jouw mindset, jouw kracht van de gedachte, die is echt enorm. Die is zo bepalend. Dus zet hem ook in. Hè? Dus weet, als jij denkt dat je beter kan worden en je doet alsof het al zo is, daar is je brein enorm gevoelig voor en die voert gewoon uit wat erin zit. En heb ik wel eens reacties op en weerstand. Mensen zeggen, ja, maar ik ben toch helemaal nog niet heel. Dan ga ik toch niet zeggen dat ik heel en gezond ben. Juist wel, want als jouw brein dat erin stopt, dan gaan ook de neurochemische processen uitgevoerd worden die dat waar gaan maken. Dus je loopt eigenlijk voor de feiten uit. Nou, het tweede element is dat de mensen die wonderbaarlijk genazen ook geloofden dat ze iets moesten wijzigen in hun manier van zijn of in de manier van leven. Dus die wisten ook wel dat wil ik deze ziekte doorbreken of wil ik hier iets aan veranderen, dan zou ik ook iets in mijn leefstijl moeten aanpassen. En dan hebben we het natuurlijk vooral over ziektes waar je al langere tijd mee loopt. Dus dan deden mensen dat ook vaak in voeding, in de gedachtes, in een stukje ontspanning. De derde belangrijke voorwaarde om te kunnen helen is dat ze iemand in hun buurt hebben die een heler eigenlijk, die gelooft ook dat het kan, die dat vertrouwen ook uitstraalt, dus die ook die energie neerzet bij de ander en die ook de kennis heeft om dat te doen. Dat is een hele belangrijke eigenlijk. En de laatste voorwaarde is dat de mensen die geloven ook een enorme zingeving ervaren van hun leven. Dus ook geloven in dat er een hoger doel is. Vaak ook in combinatie met een hogere macht die hun helpt om dat hogere doel uit te voeren. Hè. Dus dat ze dus juist door de ziekte zien van dit gebeurt mij niet voor niets. Er zal een reden voor zijn en door die reden kan ik mijn leven upgraden en kan ik nog betekenisvoller zijn voor mezelf en anderen. En ik word daarbij geholpen door iets wat groter is dan mezelf. Dat kan de kosmos zijn of voor jou een god. Het maakt niet uit als het maar iets is waar jij van gelooft dat het je helpt. Nou, en die 4 voorwaarden, de kracht van de gedachte, de kracht van de visualisatie, het veranderen van je leefstijl, je eigen invloed daarin, echt geloven in degene die jou daarin ondersteunt en iets wat groter is dan jezelf en zingeving. Ja, dat zijn 4 hele belangrijke voorwaarden die uit die onderzoeken komen. En daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, Maurice, bij jou ook. Want ja, door die klap staat je leven natuurlijk letterlijk op zijn kop. Bij jou zijn je nekwervels gebroken. Klopt. Je atlasdraaier en C2. Wat heeft het voor jou betekend, Maurice, dit ongeluk uiteindelijk, nu je erop terugkijkt?
Nou ja, goed, in eerste instantie natuurlijk ongelooflijke dankbaarheid dat ik er nog ben. Dus ik vind het ook in dat opzicht heel belangrijk dat hetgeen wat ik nu doe, dat dat ook een enige vorm van betekenis heeft voor mij, voor mijn omgeving en alle mensen die ik ken uiteraard. Je gaat heel erg nadenken over wat je drijft, wat je drijfveer is, of je wel op de goede weg bezig bent. En laten we dat ongeluk dan alsjeblieft gebruiken om de dingen die misschien in het verleden niet heel lekker liepen, om daar nou eens naar te kijken en om er gewoon beter uit te komen. Dus zodat we ook naar het ongeluk kunnen kijken, zo van nou, het is niet voor niks geweest. Dat is echt mijn gevoel. En natuurlijk, de eerste maanden, ik ben nu 4 maanden verder, maar de eerste maanden sta je ook best wel op met wat klachten, met pijn in je hoofd, pijn in je nek, pijn in, en dan denk je er best wel even anders over. Maar daar weet ik me dan echt wel overheen te zetten. En uiteindelijk is dit gewoon wat het zwaarste weegt voor mij. Ja, dus je zegt eigenlijk dat je een grotere zingeving ook hebt gevonden door het ongeluk. Dat je realiseert dat je maar, je leeft nu en dit is wat je hebt. En daar wil je echt nu nog optimaler gebruik van maken, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Nou, als ik uit ervaring mag spreken, dan is dat ook echt anders. Hè? Je bent daarin zachter. Je hebt heel erg de focus nog meer op het gezin en vooral ook op je eigen gezondheid en het welzijn, maar ook het uitdragen van dit stuk. Ja, dat vind je nu echt belangrijk ook. He, van mensen mogen dit weten, want het is zo fijn en fantastisch om jezelf dit te gunnen, dit proces van heling. He. Dat is ook iets waar je echt nu veel bewuster in staat. En ik wil het ook uitdragen aan anderen, zeg maar. Ja. Dus ik werk hier in een praktijk, fysiopraktijk, waar we ook heel veel patiënten begeleiden. En die krijgen ook heel vaak te horen van, nou, wend er maar aan. Oh, dit komt nooit meer goed. En allemaal dat soort zaadjes eigenlijk worden er geplant, waarvan ik... gisteren had ik bijvoorbeeld weer een situatie waarin een dame met een verbrijzelde elleboog de boel was vastgezet met schroeven. En ik heb exact zo'nzelfde situatie 2 jaar eerder meegemaakt. En die dame heb ik er toen helemaal doorheen geloodst. En zij is uiteindelijk op mijn advies is naar de arts toe teruggegaan om het osteosynthetisch materiaal, oftewel de schroef en het plaatmateriaal, eruit te laten halen. Maar de arts had van tevoren al gezegd van nou ja, dat doen we liever niet. En wen maar alvast aan die bewegingsbeperking, want goed gaat het nooit meer worden. Nou, we zijn ermee aan de slag gegaan en na een maand of 3, 4 kon ze de arm weer volledig strekken. Toevallig kreeg ik een nieuwe patiënt binnen met bijna hetzelfde issue. En ik ben nu mede gesteund door het verhaal wat ik zelf heb meegemaakt, ben ik ook heel erg met haar bezig om te kijken van kunnen we daar echt niet iets meer uithalen als dat die artsen nu beweren dat er in zit. En dit is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ik heb er zoveel patiënten waar zaadjes zijn geplant door artsen. Ja, ik kan er een boek van vol schrijven, bij wijze van spreken. En terwijl we dus nu met deze methodiek ook echt andere resultaten zien. Hè? Dat is zo fantastisch. Zeker. Ja. Dus mensen heeft ook mijn ogen weer geopend, hoor. Nog verder geopend. Ja. Hè? Ja, en durf het te geloven. Hè? Dus mensen gooien het gauw over onder de noemer zweverig. Of dan horen ze één verhaal in het alternatief circuit wat dan niet gewerkt heeft, waardoor iemand dan toch helemaal ziek is geworden. Ja, zo kan ik ook wel heel veel verhalen uit het medische circuit noemen. Dus blijf open-minded en gun jezelf ook, hè, om te kijken welke opties voor jou in ieder geval fijn zijn. En blijf er ook vooral in vertrouwen. Dat is het belangrijk. Vooral, hè? Ja, dat vertrouwen en geloven. En dat is natuurlijk iets wat nog wankelt als je uit een hele andere opvoeding komt. Ja. Dat zou kunnen wankelen. Ik weet ook dat heel veel mensen hier zitten en die zeggen, ja, dit wist ik eigenlijk al. En hoe werkt het dan? Vertel het me alsjeblieft, want ik weet dat het zo werkt. Dus het is fantastisch om te delen. Misschien leuk om nu dan ook een brug te maken naar de tips die ik jullie al mee kan geven. Als je in een situatie zit waarin je voelt dat je dat zelfherstellend vermogen wilt activeren om jezelf te helen. Er zijn in ieder geval op mijn website zijn downloadable binaural beats. De binaural beats die zijn eigenlijk ontworpen om jouw frequentie van de cellen in je lichaam op een trilling te krijgen die synchroon loopt met een heel lichaam. Dus een lichaam wat gezond is. Ja, luister deze zo vaak en waar je maar zoveel en zo vaak als je maar kan. Die zijn gewoon gratis te downloaden en ze zijn met stem en zonder stem. Dus je kunt ze als meditatie gebruiken. Waarbij je echt bewust luistert wat er gezegd wordt en je brein de instructies geeft om te helen. Je kunt ook zonder stem gebruiken en dan ga je gewoon lekker, terwijl je boodschap aan het doen bent of e-mails aan het schrijven bent, kun je gewoon die muziek inpluggen en de beats doen hun werk. Dus dat is al fantastisch. Je hoeft er niets voor te doen. Het doet het voor jou. Nou, verder kan ik je natuurlijk meegeven dat op voedingsgebied er een aantal basis
zijn voeding altijd al beter is dan niet, zeg maar. En dat is gewoon 300 tot 500 gram groente per dag. Verwerk het in je omelet, in je smoothie, salade. Zorg dat je de hele dag door, en het liefst zo 3 keer per dag met 4 uur ertussen, die voldoende groente binnenkrijgt. Hoe meer groente, hoe meer die cellen heel worden en ook de vrije radicalen, dus de foute stoffen, kunnen weghalen. Hè? Dus jouw cellen worden sterker en de ziektemakende cellen die worden dan verdreven. Dus heel belangrijk is daar om dus die lekkere groentes te doen. En als je fruit eet, zorg dan dat er veel variatie in zit. De kleine donkere vruchtjes zijn vol met antioxidanten die weer goed zijn om die vrije radicalen te bestrijden. Dus zorg ook dat je daar voldoende van binnenkrijgt. Elke kleur heeft zijn eigen vitamines en zijn eigen antioxidanten. Dus wissel veel in kleur. Kleurrijk eten, dat is heel belangrijk. Gevarieerd eten ook. Zodat je zeker weet dat je van alles wat binnenkrijgt. Ik verwerk het ook in de smoothies. Hè? Dus zorg dat het voor jezelf makkelijk wordt om zoveel mogelijk groentes binnen te krijgen. En maak dat een gewoonte. Verder is het zo dat er zijn specifieke eiwitten en enzymen die heel handig zijn om te gebruiken bij een zelfherstellend vermogen. En een mooi product wat ik zelf veel heb ingezet en wat ik nu ook heb ingezet bij Maurice is Vitalzym. Vitalzym, daar zitten eigenlijk alle enzymen in die nodig zijn om dat zelfherstellend vermogen te activeren. Nou, drink heel veel water. Met gember en citroen, dat is ontstekingremmend, dat is reinigend. En natuurlijk het superkruid kurkuma, wat ook weer heel goed is voor je darmen. Dat zijn allemaal tips die ik je mee kan geven. Kurkuma altijd wel combineren met zwarte peper, waardoor de bewerking wordt versterkt. Maar dat kun je gerust dagelijks in je eetpatroon toevoegen. En ik denk aan een mooie darmreiniging, zodat die darmwand, die vaak door medicatie ook weer toch is gaan lekken, ook weer mag herstellen. Dus een product wat ik daarvoor gebruik, omdat het een heerlijke detox is, zonder dat je dan heel erg leeg loopt, is Coloncare. Coloncare en Vitalzym zijn toevallig allebei van Nutramin. Dat zijn producten waar ik goede ervaringen mee heb. Dus dat kun je al echt gaan gebruiken om jezelf en dat lijf ook de goede cellen aan te laten maken en zorgen dat die darmen ook weer de voedingsstoffen opnemen. Nou, daarnaast, dat is echt een stukje voeding. Nou ja, mentaal is natuurlijk heel belangrijk die kracht van de gedachten. Gebruik positieve affirmaties alsof ze al nu zo zijn. Dus actiegericht in het nu. Ik ben heel, mijn lichaam is gezond. Alle cellen zijn actief voor gezondheid, geluk. Dus zorg ook echt dat de affirmaties al zo zijn. Niet misschien dat het morgen hopelijk anders is. Dat zijn allemaal gedachten die wil je niet. Die stellen het eigenlijk uit. Dus zorg dat je de juiste affirmaties gebruikt. Nou, omdat je lichaam vanuit ontspanning ook het beste kan helen, is het belangrijk dat je regelmatig momenten kruis in de agenda zet waarin je echt tijd neemt voor jezelf. En gek genoeg denken we bij ontspanning vaak aan een lekkere wandeling in het bos of een boek lezen. Dat mag. Tegelijkertijd is aangetoond dat als je gewoon even gaat staren, dat dan het brein eigenlijk optimaal helemaal niets, geen input krijgt en optimaal ontspant. Dus ook dat is een activiteit die je kan toevoegen om ook te zorgen dat het lichaam ontspant en daarmee weer beter kan helen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de body. Ja, bewegen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ook als je pijn hebt, kijk waar je de beweging kunt maken die in ieder geval weer die bloedcirculatie op gang helpen, maar ook die energiebanen en die meridianen lekker actief houden. Dus bewegen is per definitie goed om energie op te laden, maar ook voor het lichaam om te kunnen helen. Dus ga wandelen, doe kniehefs, doe de 7-minute workout als je slecht in je tijd zit. Doe als je op bed liggend bent, met je knieën fietsbewegingen maken als dat lukt met je benen. Of je armen zwaaien als er maar beweging in dat lijf komt. Dat is heel belangrijk. En dan als laatste tip, dat stukje energetisch werk, is dus die dagelijkse oefening. Zoals ik al eerder heb gezegd, die energiebanen die horen meestal kruislings te lopen. En doordat je uit balans bent, is dat vaak ook verstoord en lopen ze homolateraal, dus recht. Dus maak zoveel mogelijk kruislinkse bewegingen. Dat kan je doen door je rechterhand op je linkerschouder te leggen en hem dan schuin naar je rechterheup te trekken, alsof je een autogordel omdoet. En dat doe je dan links en rechts, minimaal allebei de kanten 3 à 4 keer. Je kunt met de ogen
een lemniscaat teken maken van links en een lemniscaat teken naar rechts. 3 keer links, 3 keer rechts. Zodat je ook met je ogen de kruislingsbeweging maakt. Je kunt kniehef kruislings doen. Dus dat zijn allemaal manieren om dat kruislingse te activeren. Daarnaast kun je je afvalstoffen afvoeren. En daar zijn een bepaald aantal drukpunten voor. Dat als je die activeert ook de afvalstoffen makkelijk afvoeren. Dat zijn eigenlijk de plekken. En die doet Maurice eigenlijk nu nog steeds iedere dag. Hè? Maurice, jij gebruikt deze oefeningen en daar heb je heel veel baat bij. Energieoefeningen. De energieoefeningen noemen we ze thuis. En, tappen doe ik er dan bij. Ja, een tappen doen we erbij. Dus daar kom ik op. Dat is om energie op te laden. En dit is om af te voeren de gifstoffen. Dat is eigenlijk naast je schouderkop, waarbij de vrouw het BH-bandje zit of het hempjesbandje. Daar zit een soort kuil waar je in kan duwen. En als je dat masseert of knijpt of flink overheen wrijft aan beide kanten, dan daar zitten je spierspoeltjes. Dan maak je eigenlijk je afvalbakje leeg. Dus dat doe je zo een 30 seconden aan allebei de kanten. Zo'nzelfde kliko-bakje noem ik het altijd zit. Als je je wijsvinger naar beneden volgt, waar die bosjes samenkomen met je duimbot. Een soort V is dat eigenlijk onderaan je wijsvinger, iets boven je pols. Tussen je duim en je wijsvinger, daar tegen dat bot aan duw je dan. En dat masseer je met je andere hand. En dat kan gevoelig zijn. En hoe gevoeliger het is, hoe belangrijker het is dat je dat masseert. Zodat die afvalstoffen daar vrij kunnen afvoeren. Dus je stimuleert de afvoer eigenlijk. En dat doe je ook aan allebei de handen. Net zo lang masseren totdat je voelt dat de pijn wat wegneemt. En terwijl ik het vertel, doe ik het nu. En dat is altijd heel lekker, want het geeft je gelijk een boost. En dan hebben we vanaf de heupen, bovenkant heupen, de zijkant benen. Druk je als het ware steeds puntje voor puntje langs je bovenbenen tot aan je knieën. Druk je heel hard, knijp je, klop je vanaf de heup, bekken, zijkanten, helemaal over het zijkant van het been naar de knieën. Klop je als het ware ook die lymfatische punten. En dat is gewoon zoveel mogelijk kloppen, knijpen en duwen tot aan je zijkant, buitenkant knieën. Nou, dat zijn echt afvoermiddelen. Dus daarmee zorg je dat gifstoffen makkelijk uit je lichaam kunnen. En Maurice zei het al, om op te laden hebben we natuurlijk de energieoplaadpunten. En dat is en doe die ook zoveel mogelijk kruislinks met je armen, zodat je weer dat kruislinkse stimuleert. Dat is het punt onder je sleutelbeen. Als je hier dit wil weten, staat er op mijn YouTube-kanaal ook een filmpje hoe je dat kan doen. Maar dat zijn de twee punten onder je sleutelbeen. De knoppeltjes bij je sleutelbeen. Tussen de borsten, dat noemen we de hartbeschermer of de thymus. Daar klop je vrij stevig. Alle punten klop je vrij stevig. Onder de borsten, in het midden onder de borsten direct, waarbij de dames weer de BH-rand zit. De onderkant van de BH-rand. En dan onder de oksel, in het midden van de ribben, ter hoogte van de tepel, maar dan onder je arm aan de zijkant van de ribben, aan allebei de kanten. Dat zijn je energieoplaadpunten. En dan eindig je de oefeningen met dichtritsen. Dat is vanaf je schaamstreek met beide handen een rechte lijn omhoog tot aan je neus. En dan met de armen via de zijkant terug naar beneden. En dat herhaal je 3 keer. En terwijl je armen met de zijkant naar beneden doet, visualiseer je dat je in een prachtige cocon staat, gevuld met gezondheid, licht en verbonden is met een onuitputtelijke bron die jou voedt met gezondheid en prachtige energie. Die in jouw cocon blijft, de schild van je cocon is heel sterk. En aan je voeten maak je 2 prachtige wortels, boomwortels die helemaal naar de diepste kern van de aarde gaan. Zodat je alle energie vanuit de aarde opgeladen kunt krijgen en alles wat je niet dient kunt afvoeren. Via de wortels naar de midden van de aarde die dat verbrandt en omzet in liefde en onvoorwaardelijkheid, gezondheid enzovoort. Nou, deze oefeningen kun je lekker mee aan de slag. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik wil mijn lieve schat Maurice heel hartelijk bedanken voor het delen van dit prachtige verhaal. En ik ben natuurlijk net zo dankbaar als jij dat je er bent en de reis die we samen hebben mogen maken. Omdat we nu al zien dat het ons zoveel oplevert. Dus dank je wel dat je er was. Ja, dank je wel dat ik hier mocht zijn. Leuk. Ja, heel leuk. En we zullen het nog eens een keer doen over over een periode, misschien een paar maandjes. Om te kijken hoe het dan nu met je gaat. Want hoe leuk is het om dat een beetje te volgen. Ja. En lieve luisteraars, ik hoop dat jullie hierdoor geïnspireerd zijn geraakt en dat jullie hier heel veel mee kunnen. Vraag alles wat je wil. Reageer als je zelf prachtige ideeën hebt of vragen hebt of aanvullingen.
Want met elkaar weten we gewoon allemaal nog net iets meer dan alleen. En je weet het, hè? Je kunt meer dan je denkt.